entertainment by pop music. Pauls Popduel. Maar dan op een andere manier. Het is de cover quiz die je deze week in de ochtend hoort. Met alleen maar toffe fragmenten van Nederlandse artiesten. Die kun je zelf insturen als je iemand kent of iemand bent. Popduel@3fm.nl. En daarmee kun je als luisteraar dan weer kans maken op kaarten voor Your Sonic Noorderslag. Bijvoorbeeld, ik hoor al een kuchje van Jasmine. Goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Uit Rotterdam kom je. Ja. En 20 jaar, je wil wel graag naar Your Sonic Noorderslag. Ben je er wel eens geweest? Nee, maar ik heb net naar de line-up gekeken en nu wel. Wie zag je? Wie sprong eruit voor jou? Atje. Atje? Ja. Help me even. Ja, Nederlands hiphop. Ah, heel goed, heel goed. Jij zit er beter in dan ik, dat is dan wel weer duidelijk. Dus jij gaat voor de hiphop naar Groningen, als je dat dan zou winnen. Pascal, ja. Jij komt uit Winschoten. Goedemorgen. Goedemorgen. En daar werk je als militair, of niet daar dan denk ik, maar waar eigenlijk? Ik werk in Assen. Heel goed. Nou, dat is dicht bij Groningen, ben je halverwege. Ja, dat klopt. Heel goed. En wat zou jij willen zien? Enig idee? Nee, maar mij niet zoveel uit. Ik ga voor alles heen en ik zie wel waar ik eindig. Jij gaat voor de sfeer. Ik ben benieuwd wat staat. Ja. Dat kan ook. Spelen ga ik. In de eerste Jasmin, ik begin bij jou. Je gaat een fragment horen van Maurijn. En zij heeft een cover gedaan. Ik wil graag van je weten, van wie is het origineel? We try your best, but you don't succeed. Coldplay. Nou, dat is wel echt al voor het einde. Get what you want, but not what you need. Laat het maar even doorlopen, want zo vaak is Maurijn niet op de radio natuurlijk. Maar het is goed. Nou, goed begin. 2 punten zijn binnen. En Pascal, dit is jouw vraag. Je hoort een cover van Lotte van der Bor. Luister. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Ja, ben je zo wijs, Pascal? Ja, dat is van Avicii. Die zang, hè? Ja, nee, Avicii is goed, hoor. Dat ga ik niet moeilijk over doen. Hallo Black is dat, die zanger. Ja. Stand is gelijk naar de eerste ronde. En de tweede is denk ik wat lastiger. En er moet dan ook gelijk verschil gemaakt worden. Dit is Marit Trinekens. Jasmine, luister. Kesha. Nou, dit is... het klonk alsof je het al eerder wist, maar dat je respect had voor de artiest. Nou, ik hoorde twee woorden en toen dacht ik... is dit het echt? Ja, het is het echt. Ja, je hebt alles aan gedaan. 4 punten. Dit is de laatste vraag. Pascal, als jij hem weet, dan komt er een shootout. En anders, dan gaan de kaarten gewoon naar Jasmine. Je hoort een cover van de 16-jarige Tess Groen. Van wie is het origineel? Luister. Nou, ik... niks te moeilijk voor jou. Heel goed, zeg. Ja, ik heb echt nog niet zulke goede kandidaten gehad deze week. En dan is het spijtig dat er toch een winnaar moet komen. Jasmine, dames, gaan voor. Je mag als eerste antwoord geven op de shootout-vraag. Hoe oud zijn Mathilde Santing en Bart van Raccoon bij elkaar opgeteld? Ja... Bart van der Koen, 82. En wat denk jij dan, Pascal? Dan ga ik voor 83. Nou, dat is het slimme antwoord. Dat is dan ook het goede antwoord, want het was bij elkaar opgedeeld. 93. Rap Radio, op duel. Nee. Ladies and gentlemen. Nee, zegt Jasmine. Nee, helaas. Die was echt heel goed, maar Pascal was net zo goed. En die had dan het geluk dat hij als tweede mocht in deze. Gefeliciteerd, Pascal. Goed gegokt. Je gaat naar Eurosonic naar de slag toe. Daar ben ik heel blij mee. Nou, goed te horen. Heel veel plezier alvast. En je krijgt applaus van je collega's. Is dat goed? Ja. Ik zal nog even afdwingen dat ze de hele dag koffie voor je halen en het zit helemaal geramd. Nou, ja, zullen ze luisteren mee, dus dat heb ik gehoord. Ja, precies. Heel goed, duidelijk. En helaas, Jasmin. I had a dream.